We krijgen een 30-jarige patiënt op bezoek vanwege pijnlijke vingers en zwelling te hoogte van de proximale interfalangeale gewrichten. En bij klinisch onderzoek zien we inderdaad die zwelling rond deze gewrichten. is aangeduid met een cirkeltje. We voeren dus een echografisch onderzoek uit eh, langs de volledige kant, dus de eh, palmzijde van de vingers. En hier krijgen we het volgende beeld. Dus we zien de flexorpes we zien het proximaal interphalangiaal gewricht en we zien vochtophoping, wat eigenlijk niet normaal is. Dus, dit blijkt dus duidelijk een synovitis te zijn, namelijk een ontsteking van het gewricht, geen peesontsteking, maar een gewrichtsontsteking. En de patiënt wordt doorverwezen naar een rheumatoloog.